Alex, waar ben jij? Ik ben blokjes aan het eten. En dat terwijl ik een piramide ben. Dus dat zou betekenen dat ik, als het goed is, heel erg groot zou moeten worden. Ik zit in een soort safe zone, lijkt het wel, in de midden. In de safe zone? Is dat niet gewoon de VIP area? Ik zie jou, ik zie jou. Hallo, ja, ze hebben hier wel eens echt mega blokken staan. Hallo, ik ga jou opeten. Oh, wacht eens even. Ik heb letterlijk een schild, hoor. Pas maar op. Oh, Jesse, je bent groter dan dat ik ben. Ja, ik ben groter. Oh, nee, er zit een hele grote piramide achter me aan. Oké, je kan dus ook blijkbaar opgegeten worden. 15.000. En als iemand groter is dan dat wij zijn, dan kunnen ze ons opeten. Maar als zijn wij groter, ik wil niet dat ze ons gaan opeten. Alex, we kunnen ook aan het wiel draaien. Ik weet niet wat je dan krijgt, maar ik ga het wel doen. Jesse, hartstikke leuk en aardig, maar ik word hier achterna gezeten door een piramide met een heel eng gezichtje en haar. Wow! Ben je opgegeten? Nee, ik leef nog. Ik ben nu aan het wiel aan het draaien. Kom op. Ik heb een potion gekregen. Je kan een gratis nugget skin krijgen. En je hebt de 2 keer grote potion. Heb je potions gekocht? Nee, ik heb hem gekregen. Uit dat wiel. Een 2 keer zo groot potion heette die. Die heb ik ook gekregen. Nee, ik kreeg 10.000 groter erbij. Dus ik ben nu ik heb ook een score van 5.000 erbij. Ik ben ook ineens een stuk groter. Oh, Alex, je kan volgens mij skins kopen. Ik zie er iemand met een kippie skin. Ja, dat is dus wat ik volgens mij heb gekregen. Ik had hier ergens een skin gekregen, stond er. Oh. Er is inderdaad een kippenskin. Die moet ik hebben. Ik hou van kippen. Ik heb een clown skin, alleen ik weet alleen niet hoe ik hem aanzet. Oh, je moet eerst een andere skin kopen. Je moet telkens upgraden, of niet? Oh, dat moet? Oh, nee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Sorry, ik zag het verkeerd. Je kan als daily rewards kan je zoveel keren groter claimen. Ik ben al 13.000 groot. Waar ben jij eigenlijk? Hoe dan? Ik krijg nu plus 5.000 erbij. Ik ben nu 18.000 groot en ik ben bij die kippie. Die kippie zit achter mij aan. Die kip zit inderdaad achter je aan, Jesse. Wij zijn allebei echt een saaie gele skin. We lijken net een soort minion eigenlijk, maar dan Alex, zelfs. Alex, help mij. Die kip zit achter me aan. Ja, Jesse, ik weet niet of ik daarbij in de buurt wil komen. Ik ga weg hier als je het niet erg vindt. Alex, help mij. Oh, nee. Ik wil niet dat die kip wil je echt hebben, want je bent echt net een stukje kleiner. Dus hij kan je echt perfect eten. Ik wil niet dat hij mij gaat eten. Oh, dat snap ik helemaal. Ik heb een skin. Er zit achter de kip nog iemand aan die jullie wil pakken. Alex, ik heb een skin aan. Ik ben een reuze Doritos. Je bent een shipje geworden? Ja, het lijkt op een shipje. Oh nee, die kip gaat mij pakken. En die kip maar er zijn dus ook blijkbaar allemaal power-ups die je kan pakken. Zoals speed en dat soort dingen. Als je die weet te vinden, dan kan de kip je nooit pakken. Ja, maar als hij hem vindt, dan kan hij me wel pakken. Oké, wat wil je dat ik doe? Moet ik je redden? Weet ik niet. Wat is dat gele? Is dat een safe zone of niet? Dat gele, dat ben ik. Oh, je bedoelt dat stukje in het midden. Ja? Ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon een stuk is waar je hele grote dingetjes kan vangen. Oh ja, ik zie het al. Dan kan je inderdaad veel grotere blokjes krijgen. Oh, hoe kan ik jou ooit redden vanaf daar zo? Je bent zo ver, Jesse. Hey, laat me niet met rust. Ik vind het echt niet meer leuk. Wat is dit? Oh, hier zit iemand met 6.000. Die kan ik ook opeten. Hey Jesse, je kan dus blijkbaar iets kopen in de shop. Dat is een special offer voor 28 Robux. Als ik hem kan kopen... Oh, wat kan je dan krijgen? Oh, dan krijg je nog meer. VIP, dat kost maar 21 Robux. Ik heb hem gekocht. Ik kan hem ook niet kopen. Ik ben opgegeten. Ik heb ineens een kroon boven mijn naam. Dat is omdat ik blijkbaar een super belangrijke Alex, persoon ben. Je bent opgegeten. Ja, en ik kan de special offer niet kopen. Ik kan er helemaal niet op klikken. Oh, ik moet op ik heb hem wel gekocht, waardoor ik een kroon boven mijn naam heb staan. Waardoor iedereen weet dat ik 21 Robux hier aan heb uitgegeven. Dus dat kost me best wel veel geld eigenlijk. Ik ben nu ook een VIP en ik kan nu heel snel groeien. En ik moet die kip terugpakken, want hij heeft me opgegeten. Ik heb trouwens 17.000 euro. Daarmee kan ik een nieuwe skin kopen. En ik weet gelijk al welke ik wil kopen. Jij hebt sowieso de kip nu. Yep, maar hoe kan ik hem aanzetten? Equip, hoppakee. Ik ben de kip! Alex, ik ben een konijn. Dat vind ik ook wel leuker om achteraan te Maar Jesse, er is wel één dingetje wat we nu wel moeten oplossen. Hè? Wat dan? We moeten die er kip terugpakken. Er is nog een kip in ons midden. Een kip die jou net heeft opgegeten. Ja, ik die moeten die kip, we samen pakken. Ja, dood moet. Die ik mag de enige kip zijn hier zo. We moeten samenwerken om de kip te pakken. Dat vind ik een heel goed idee. En trouwens, hier zit nog iemand. Kan ik hem ook pakken? Kan ik nog meer dingen kopen? Ik wil hem opeten! Hier komen meneer de piramide! Oh nee, hij wordt wel heel groot in het midden. Ik wil nog meer dingen kopen. Oh nee, daar zijn die mega mensen weer. Oh nee. Ik ga maar even weg hier. Jesse, je bent echt een lief konijntje. Ja, weet ik. En ik ben ook echt heel erg klein. Ik wil groter worden, maar ik weet niet hoe. Je bent echt inimini. Ja, ik wil groter worden, maar ik weet niet hoe dat moet. Er zitten heel veel mensen achter me aan. Kan je mij toevallig helpen? Nee, we moeten die kip pakken met 38.000 punten. Ja, Jesse, hartstikke leuk en aardig. Maar Alex, ik word achterna gezeten door een voetbal Alex, in de vorm van een driehoek. Oh, Alex, wat is dit? Wat? Wie is dit? Ik ben opgegeten. Er zit hier een hele grote meneer, die eet iedereen op. Hoe kan dat nou? Hij is 3 miljoen groot.
Alex, we hebben een hacker hier. Dit is sowieso een hacker. Kijk naar hem. Dit is 100% zeker een hacker. Oh. Hij is echt mega. Oh, dit is wel fijn. Omdat ik VIP ben, ben ik elke keer een grootte van 5000 als ik spawn. Maar hij is echt mega. Hoe en hij gaan is de game verlaten. Hij is geband. Hij is geband. De hacker is meteen geband. Dit was zo apart. Hij was letterlijk echt mega binnen no time. Dat kan haast niet. En hij is gewoon geband. Maar dat betekent, omdat ik niet was opgegeten, dat ik nu nummer 1 sta. En ik ben groter dan die andere kip. Yes, die voetbal die mij net achterna zat, die is nu een stuk kleiner als dat ik ben. Eet hem op. Ik doe mijn best prijs, wel een beetje snel deze voetbal. Oh, kom op, je voetbal, moet hem opeten. Op, ik zit bijna bij hem. Ik kan hem ruiken. En hij stinkt, kan ik je vertellen. Deze voetbal heeft sowieso door de modder gerold. Oh nee, er komt een hele grote groene meneer in deze achterbaan. Alex, voetbal. Ik ben 10.000 groter geworden, want ik kon nog een keer aan het rad draaien. En ik kan ik heb echt hulp nodig. Die voetbal wordt straks nog groter als dat ik ben. Hoe groot is hij? Oh, kom, we gaan hem insluiten. Ik ga hem ook pakken. Hallo, voetbal. Oh, dat is perfect, voetbal. Je kan geen kant op. Oké, misschien kan ik wel een kant op. Oh nee, kom op. Okay, we moeten pak hem pakken. Ik hem niet. Ik zit letterlijk met mijn... Ik zit... Ja! Ja! Let's go, je hebt hem. Oké, dit is heel erg leuk. Oké, dankjewel voor dit teamwork, Jessie. Dit is fijn. Hier heb ik wat aan. Alsjeblieft. En ik heb hier 12.000 euro. Dan kan ik weer een nieuwe skin kopen. Maar wat heb je aan nieuwe skins? Dat weet ik niet. Nou ja, ik denk wel dat ze er gewoon super cool uitzien. Ik heb nu 8.000 grote er ook bij gekregen ineens van een gift. Alex, Merry Christmas! Oh, eens even. Heb jij een kerstskin? Ja, maar het is toch helemaal geen kerst. Dus dat is wel een beetje raar. Je bent letterlijk een soort mega kersthert, rendier. Heb je alweer aan het rad gedraaid? Want je kan nog een keer draaien. Ja, ik heb nu net aan het rad gedraaid. Ik ben nu 29.000 groot. Dat is best wel groot. Daarmee kan ik deze hier wel killen, denk ik. Oh, maar er staan nummer 1 en 2. Ik weet dan wat ik straks ga doen. Er staat nu ook dat ik iemand heb gekild boven in mijn beeld. Alsof ik echt een soort grote prestatie heb gehaald. Is het natuurlijk ook. Ik heb een hele grote prestatie gehaald. Oh, deze is echt groot. Ik moet hem hebben. Oh, ja! Ik wou je helpen. Ik heb iemand van een grootte van 20.000 gekild. Waardoor ik nu bovenaan sta op de leaderboard. Ik kan letterlijk iedereen aan. Je bent nu veel groter dan dat ik ben. Twee keer snelheid. Hoe duur is dat? Jessie, wat ben je van plan? Hoezo ben jij ineens 73.000 groot? Ik heb twee keer snelheid gekocht, waardoor ik sneller ben. Alleen, ik snap niet waarom ik dan groter ben. Dat vind ik een beetje gek. Dat is zo slim. Heb je dat dan voor altijd? Denk het, maar ik snap het niet zo goed. Want ik ben heel veel groter geworden, terwijl ik twee keer snelheid heb gekocht. Dus dat snap ik niet. Ik zie het inderdaad, maar je bent wel echt super snel. Ik ga ook twee keer snelheid kopen, ik heb het nodig. Alex, ik heb twee keer mijn grootheid gekocht. Niet twee keer snelheid, maar er stond een bliksemstraaltje bij. Ik heb nu twee keer snelheid. Kom op. Oh, ik ben echt super snel. Ik ga hem eten. Ik heb al gegeten met die twee keer snelheid. Oké, ik moet ook twee keer snelheid hebben. Oké, let op die voetbal hier zo. Ik ga ook achter hem aan. Pak de voetbal. Oh, nee, ik ga achter de kerstboom aan. Die is een stuk groter. Ik heb nu ook twee keer snelheid. Oh nee, je hebt mij weer ingehaald. Je bent iedereen van mijn neus aan het opeten. Iedereen aan het opeten hier zo. Niemand maakt nog kans tegen mij, omdat ik nu zo snel ben. Ik ga er weer een opeten. We zijn echt mega snel. Je kan hier blijkbaar dus ook een... Wat is dit? Wat heb je? Een magneet kan je pakken? Wow! Op deze manier groei ik echt mega snel met deze magneet. Hoe kom je aan een magneet? Ik ben ook een magneet. Oh, hier is een veertje. Dan ben ik als het goed is nog sneller. Ik zag die magneet ergens liggen en boom, nog een kill. Ik heb al 7 kills in totaal. Weer iemand probeert zich hier te verstoppen voor mij. Weer iemand opgegeten. Oeh, ik heb weer een gift. Wat krijg ik uit mijn gift? Oeh, hij probeert zich te verstoppen voor mij. Maar dat gaat niet lukken. Ik heb hem. Heb je hem? Yep, hij is dood. Wow. Jesse, echt letterlijk iedereen is echt een stuk kleiner als dat wij zijn. Wij zijn echt mega. We hebben echt iedereen wel een keer opgegeten, denk ik. Maar dit is eigenlijk best wel zielig voor al die andere mensen. Inderdaad, we zijn echt mega groot. Vooral ik ben echt mega groot. Nee, ik ga ook mega groot worden. We moeten sowieso 10 kills zien te halen. Wat kan je met gems kopen? Ik heb 20 gems, maar ik weet niet wat ik ermee kan. Oh, ik kan hem niet eten. Hoezo kan ik hem niet eten? Hij heeft een schild. Ik wil dingen kopen. Ik wil een kill hebben. Heb je hem gepakt? Nee, want hij heeft een schild. Iedereen heeft een schild omdat we hem opeten. Daardoor als je net begint, krijg je meteen een schild. Dat is helemaal niet leuk. Zelfs jij hebt een schild bij mij. Heb ik een schild bij jou? Hoe kan dat nou weer? Waarschijnlijk heb ik die gewoon iedereen gepakt. Een soort beschermd is tegen mij. Ik kan weer een skin kopen. Een balskin. Oh, ik heb iemand gevonden met een score van 5000. Hij is dood. Alex, kijk. Ik ben een beachbal. Je lijkt net op een circus tent, Jesse. Ik ben geen beachbal. Ik ben geen seks. Jesse, kijk eens achter je. Er is iemand die is echt mega. Wow. Waarom is hij zo groot? Ik ga hem opeten. Oh nee. Wow. Ik heb hem opgegeten. Ben je ineens bijna even groot als dat ik ben. Maar dan eet ik hem nog op en dan ben ik groot. Oh nee, ik ben niet groter.
Alex. Oh, ik heb 10.000 euro gekregen. Niet mij opeten. Volgens mij kan ik daar wel een nieuwe skin mee kopen. Maar wat is een coole skin? Ik heb letterlijk 150.000 euro. Ik ben lekker groter. Ik heb wat leuks gekocht. Kijk, kijk, wat kijk, heb kijk, je gekocht? Kijk. Ik ben een kat en die letterlijk gaat jagen op de muizen nu. Nou, ik vond eigenlijk, vond ik die kippie skin vond ik leuker. Ik wil ook weer een andere skin, want ik wil helemaal geen Sixtent zijn. Oh, ik ga hier weer iemand killen. Dit wordt kill nummer 10, hoppakee. Oh, de laatste skin die kost 500 miljoen. En die skin van de hacker kostte 50 miljoen. Hoe komt die nou weer naar 50 miljoen? Dat is zoveel geld. Dat is echt heel veel geld. Ik zie hier iemand gaan en die is echt heel erg... Jij bent groter geworden dan dat ik ben. Dat weet ik niet hoe dat kan, hoor. Ik ga deze kill pakken, hoor. Die mag jij echt niet hebben. Ik heb een magneetje gepakt. Dan krijg ik weer heel veel erbij. Kom op, kom op. Ik heb een kaasje gegeten. Ik ben nu weer echt mega. Nu ben jij weer groter dan dat ik ben. Mij. Doei. Alex, we hebben heel veel gems, maar ik weet niet wat je daarmee kan. Ik heb ook superveel gems. Daar kunnen we misschien wat mee... Ik heb geen idee wat we daarmee kunnen kopen. Ik heb ook geen idee wat we ermee kunnen kopen. Oh, ik heb weer bijna een spin. Pas over 2 minuten. Ik hoop dat ik dan nog 3 spins krijg uit mijn spin. Want dan kan ik heel veel spinnen en dan kan ik heel groot worden. Oh, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is kerst. Nee. Oh, hier is iemand 50.000! Hij was 50.000 en je eet hem echt meteen op. Dat is echt hij heel erg zielig. Hij kreeg net in met een score van 50.000. En ik heb hem opgegeten, waardoor ik nu echt mega ben. Jesse, ben je niet een klein beetje bang voor mij dat ik jou zou kunnen opeten? Waarom denk je dat ik zo uit de buurt blijf van jou? Ik vind jou heel erg eng. Je moet van me afblijven, maar ik ben ook snel gelukkig. Vertrouw je me niet, Jesse? Denk je dat ik je ga opeten omdat ik zo mega muis ben? Ja, want ik ben een tent en jij gaat tenten opeten. Muizen, ik heb er iemand opgegeten. En laat ik deze ook nog even opeten wanneer die klaar is. Is dit nou een mini-poepje of zo? Je moet geen mini-poepjes eten, dat is vies. Ik ben een kat. Katten eten haarballen en die spugen het weer uit. Dat zal het niet zo erg zijn, denk ik. Ik weet wie ik ga pakken. Er staat hier namelijk een hele grote kerstboom. Holy moly, die zegt mega. Oh, die heb je zo, Jesse. Je bent afblijven. Echt een stuk sneller. Ik zie het nu al. Alex, afblijven. Oké, dan pak ik... Oh, dan is hij nog een snelheid boost die we ook pakken. En opgegeten. Let's go. Niet mij opeten. Pas maar op, Jesse. Ik kom in de buurt. Nee, niet mij opeten. We moeten samenwerken. Oké, we werken samen om nog iedereen te killen. Hoeveel kills heb jij nu in totaal? Waar kan je dat zien? Bovenin met het zwaardje. 11. Ik heb 11 kills. Wow, dat zijn er echt veel. Ik heb er 17, dus ik doe het beter 7... dan jij het doet. Ik heb er nu 12. Oké, dan ga ik gewoon proberen zoveel mogelijk mensen heel veel op te eten. Dan heb ik straks meer kills. Dat is wel de bedoeling. Er zit hier de hele tijd iemand achter te verstoppen voor mij. Hij is een beetje bang voor mij. Ik wil eigenlijk jou ook nog opeten, maar dat vind ik een beetje zielig voor je. Ja, ik zit hier helemaal vast, Jesse. Oh nee. Kaas! Ja! Heb je kaas gegeten? Ik heb weer een keel. Oh, Alex, kijk, ik ben meneer Kraps. Je bent echt een mega krap. En je ik hebt ben een zwaard mega krap. Kan ik groter worden dan dat jij bent? Oh, ik heb weer een gift. Oh, ik heb 2 spins gekregen. Okay, en ik heb er nu in totaal 3. Ideetje. Laten we vanaf de 300.000 gaan vechten met elkaar. Oftewel, jij gaat erachter mij aankomen omdat jij groter bent. Misschien, maar misschien ook niet. Oh. Ik heb nu weer 5.000 scoren erbij en ik kan nog een keer aan het wiel draaien. En dat geeft me weer 5.000 scoren erbij. Dus ja, ik ben 300.000. Ben klaar voor het gevecht van de eeuw. Nee, blijf van me af. Ik heb allemaal potions gekregen, maar ik weet niet hoe ik eerst kan een stukje groter ben. Ik zie hier namelijk iemand met een score van 10.000. Alex, je gaat mij niet pakken. Er zijn 2 met een score van 10.000. Als ik die allebei weet te killen, heb ik en 20 kills. Dat is nummer 1. En dan heb ik heel veel scoren erbij. Jesse, je moet echt snel wat doen om je score te upgraden, hoor. Ik ben al aan het kijken of ik dingen kan kopen, maar ik kan helemaal niks meer kopen. Ik denk dat ik een probleempje heb. Oh, Jesse, kijk eens wat er aankomt. Oké, ik kan je toch niet verslaan als een megamuis, trouwens. Blijf van me af. Misschien moet je weer wat anders 10.000 kopen. 10.000 scoren erbij. Oké, dat is fijn. Hoe heb je nou weer 10.000 scoren erbij? Oké, ik ga gewoon hier midden blijven en ik ga gewoon alles in het midden opeten. Ik denk dat ik dat gewoon slim is. Ik heb ook nog echt 200.000 euro waarmee ik wat leuks kan kopen. 200.000 euro? En ik moet iets angstaanjagends kopen. Iets waar jij denkt van, hier word ik bang van, weet je wel. Ik ben heel... Oh, nee, ik zie iets met een hacker, maar die is veel te duur. Die kun je niet betalen. Ik ben bang voor ninja's. Ik zie een ninja, die vind ik best wel eng. Oké, bedankt dat je dat zegt, dat je bang bent voor ninja's. In dat geval... Ik kan de ninja nog lang niet kopen. En ik heb weer iemand opgegeten. Ik heb wat anders gekocht. En dat is een hele angstaanjagende vleermuis. Hij is een standje.
Yes! Alex, blijf van me af. Nee. Oh, yesie! Nee. Je gaat mij niet opeten. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ben je een beetje bang voor mij toevallig? Er moet toch wel een manier zijn dat ik gewoon nog meer punten kan verzamelen... dat ik jou kan opeten? Ja, dan zou je echt geluk moeten hebben dat er ineens iemand inspant... met een hele grote grootte bijvoorbeeld. Ja, dat zou leuk zijn. Dan kan ik die opeten. Anders heb ik echt een heel groot probleem. Oh. Wacht, help ik jou nou? Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ik jou ga killen. Nee, je moet mij niet killen. Oh, yesie. Als ik jou heb opgegeten strakjes, dan ben jij echt heel klein en dan ben ik echt mega. Nee, blijf van me af alsjeblieft. Nee, je komt ook echt in de buurt. Oh, ik ga hier iemand opeten. Oh, die kan ik helemaal niet opeten. Oh, heb je wel achter je gekeken? Nee, ik dacht even dat ik hier vast kom te zitten, Alex. Niet achter me aankomen, alsjeblieft. Dat je niet vast komt te zitten, dat zou echt foute boel zijn. Voor jou dan, niet voor mij. Kan ik niet nog een keer aan het draf draaien? Nee, ik kan niet aan het draf draaien. Er moet toch een manier zijn dat ik groter kan worden? Oh nee, er liggen allemaal power-ups voor je. Oh, kom op. Speed. Ben je dan nog sneller? Yep, ik heb een speedboost gekregen. Yes, je bent 300.000 groot. Maar kijk eens achter je wie er aankomt. Jij bent bijna 400.000 groot. Oh nee, ik ben nu ook nog eens sneller. Niet doen. Ik ga je opeten. Niet doen. Er moet iets zijn wat ik kan kopen. Oh nee, dit voel je mijn tandjes fout. Al? Ik voel je tandjes in mijn billen. Dat vind ik niet leuk. Kom op. Wees nou sneller. Nee. Oké, ik moet hem opeten. Hij is 10.000 groter. Een score van 10.000. En jij eet ook nog eens alles op wat voor je staat. Ik ga hem opeten. Dus ik ga straks weer groter worden. Oh nee. Voordat ik jou opeet. Ik ben de grootste vleermuis ooit! Alex, kijk achter je. Ik ben nu weer een mini-krab. Je bent echt klein. Maar dit was de video. Klik even hier op een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. Dus ga weg in 3, 2, 1.